Wat zit er in het kratje? Olie. Avocado. Gerookte kip. Peper en zout. Knoflook. Parmezaanse kaas. Spinazie. Pijnboompitten. En pasta. Met deze materialen gaan we vandaag koken. Een kookpan. Een mengbak. De ovenwanten. En de pollepel. Vul de pan voor de helft met water. Zet de kookpan op het vuur. En zet het vuur hoog aan. Doe de deksel erop, zodat het water sneller kookt. Haal met de pannenlap de deksel van je pannetje af en voeg voorzichtig de pasta toe. Het water kookt nu, zet het vuur iets lager, naar middelhoog vuur en doe de deksel er weer op. Zet de timer op 7 minuten. Tijdens het koken van je pasta voeg je je andere ingrediënten alvast toe aan je kom. Dus voeg de spinazie, je kip, je parmezaanse kaas, peper en zout, de pijnboompitjes, de avocado, knoflook, en de olie toe. En mix dit met de pollepel goed door. Het hoort er nu zo uit te zien. Zet het even aan de kant. Als de wekker is gegaan, zet je de pasta uit en haal je hem van het vuur. Nu gaan we afgieten. Let op dat je dit van je af doet. De pasta giet je nu bij je slamengsel. En je roert dit even goed door. Giet nu je mengsel in je bord. Dit is het eindresultaat. Het ruikt heerlijk, eet smakelijk.